Ja, daar zijn we, dames en heren, in het postnatale Activision Blizzard tijdperk. Um, we gaan het er niet meer over hebben, dus bij deze. Ik moet nog wel even een rectificatie maken. Ik had vorige week gezegd dat um, door deze deal alle Call of Duty's nu in Camebass stonden. Um, mensen zijn gaan zoeken, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh, ze zijn. Uh, Staan nu gewoon weer te koop. Dus je moet gewoon full price betalen. Enigst is wel dat uh, Microsoft ervoor heeft gezorgd dat de servers allemaal weer goed draaien. Dat is niet Activision geweest, maar dat is wel degelijk Microsoft geweest, die dat heeft aangezwengeld, zodat mensen weer online kunnen gaan spelen. En dat werkt, want uh, de Xbox Series X of Air die verkrijgbaar is, is bijvoorbeeld in Engeland is die echt uh, behoorlijk aan het verkopen. Waarom dan? Uh, want er zijn niet echt specifiek of gewoon de, de oude, oude Call, Call of Duty's. Dus, ja, 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 mensen ja, vinden Nets het gewoon koop... vet om die, oh. om, nou omdat die servers weer doen. Oh, en, okay. want, ik heb hier een stagiaire zitten. Die is, uh, die, die kwam om vier uur s'nachts nachts naar zijn nest gegaan, omdat hij weer de oude Call of Duty's kon spelen. Oh, okay, okay. En mensen vinden dat leuk. Uh, oh. En okay, um, leuk. Ja, goed. Dat is een perk. Het staat niet op Game Pass, dus daar zat ik uh, volledig naast. Goed. Ja. Ja. We gaan beginnen uh, met iets wat met Xbox te maken heeft. En uh, ik heb een zeer betrouwbare bron. En die bron die heet uh, Coosmoten. Um, mm. Het gaat over uh, het, uh, het nieuwe systeem. Uh, moet ik even kijken of dat hierbij staat. Zal je zien dat het hier niet bij staat. Maar Microsoft heeft besloten om um, Xbox Live Gold. Pst, dat bestaat niet meer. Dus als je online wil gamen, uh, ja. dan moet je de game pass in. Nu heb je dan Game Pass Core. Dat is de goedkoopste. Maar daar zit dus online gamen niet in. Dus je kan, je kan dan wel 25 games, die, die kun je dan spelen. Maar dat is toch bizar? Play. Je wilt toch online gamen? Dat ja, gewoon... dus, en dat gaat dan naar Ultimate. Eigenlijk komt het er een beetje op neer. En ik moet het even opzoeken. Dus als we straks gaan praten. Oh, kijk nou, het kruisje staat hier ook, jongens, van, uh, van Twitter. Dat, uh, dat, dat zie ik nu ook. Ja, het, uh, het is X nu. Het is ex, inderdaad. Ja. Ja. Uh, ik moet het even gaan opzoeken. Um, dat zie je eigenlijk een beetje, want wat kun je nu zonder multiplayer naar Xbox Ultimate proberen te krijgen? Ja. Wat vind jij daarvan? Nou, ik voor mij, um, ik heb hetzelfde met PlayStation Plus. Ik vind die verschillende uh, uh, aanbiedingen eigenlijk. Ik vind, ik vind het vrij onzinnig. Je wilt altijd de duurste. Want het, wat ze doen, je hebt gewoon. De, de, ja, het pakket wat je nodig hebt met online game, met de meeste games. Gewoon het vetste pakket. Dat wil je hebben. En ik denk dat er weinig mensen die zeggen van ah, 17 euro, dat vind ik te duur. Maar 15 euro, dat is wel oké. Het is gewoon allemaal duur. Mm -hmm. En um, je bent eerder geneigd om het op te zeggen. Dus ik denk niet dat mensen zozeer gaan zitten schipperen tussen goedkoop en duur. Ze nemen dan duur, maar ze nemen niet non-stop duur. Dus als iets onder een tientje kost: ik, ik heb daar een keer een onderzoek naar gelezen, als iets onder een tientje kost. Dan verlengen mensen uh, automatisch elke mm -hmm. maand. Dan maakt het niet zo uit. Maar als het richting die 20 euro gaat, dan ben je vrij snel geneigd. Dus Fuck it. En nu ga ik het opzeggen. Nu zijn er geen vette games deze maand. Hop, ik zeg het op. Dus dan beginnen mensen wel wakker te worden. En ik denk dat uh, ja. Game Pass moet oppassen. Dat het niet zo'n knipperlichtdienst wordt. die je even aanzet als je een game wil spelen. en weer uitzet als je er klaar mee bent. Uh, want op een gegeven moment gaan mensen het niet meer aanzetten. En ja, PlayStation loopt exact hetzelfde. Ik op. wil het even goed uitleggen. Ik heb hier het plaatje voor me. Ik was dit plaatje even kwijt. Uh, je kan dus. Core nemen, gameplay, uh, dan krijg je online console multiplayer catalog over 25 high quality games on console en member deals en discounts. Dan heb je dus niet Game Pass, maar dan, dat heet dan wel Xbox Game Pass Core. Dan kan je console nemen. Dat is eigenlijk wat je nu hebt. Mm -hmm. Maar daar staan dus hundreds of high quality games on console, new games on day one, member deals en discounts. Maar niet online, en daar zijn best wel mensen een beetje pissed over. Uh, want die zitten dus eigenlijk alleen maar bij Ultimate, wat dus 17 dollar per maand is. Ik vind het, als ik heel eerlijk ben, ook niet zo chic. En ik... Of voor 999 dus. Um, even kijken, ik zie hier dus ook niet online bij staan Jawel. bij BC. Nee, bij Core. Ja, maar daar ja. heb je dan weer niet die hundreds of games en new games on day one. Ja, maar die, wat voor games van on Day One liggen? <laughs> ik wil wat voor ja, games. Ja, nee, maar Star, Starfield, die zit hier niet bij. En de games die je krijgt, dit zijn de games die je erbij krijgt. Weet je, daar zitten best wel leuke dingen aan. Maar dat is dus niet de originele Game Pass. En hmm. wat die discussie die wij nu een beetje hebben: van ja, wacht, nee, toch niet. Dat is exact wat ik vond, wat zo onhandig was aan PlayStation Plus. Weet je, die verwarring van. Uh, ja. maar, maar dit. Ik snap dit ook niet helemaal. Ik snap dat ze op een gegeven moment zeggen: oké, okay, fuck it, G Xbox Live Gold. Weg, want we hebben Game Pass. Weet je, laten we het nou niet ingewikkelder maken dan het is. Ik had verwacht: gewoon, je krijgt gewoon Xbox. Uh, je hebt gewoon uh, Game Pass, console, PC of Ultimate. Dat, ja. dat, dat is het. En dat doen ze dan weer niet. Nou ja, kijk, je wil gewoon Ultimate, heel simpel. Dan heb je ook ja. uh, je hebt cloud, je hebt, PC, je hebt al die games. Uh ia um, Play zit er ook nog bij, wat ook nog best wel wat games zijn. Ik denk dat... Um, oh, dat heb je dan weer bij PC ook. Ja, goed, whatever. <laughs> ik, ja, ik, 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 ik zou er niet echt naar kijken. Um, ik zou Ultimate nemen, omdat ik denk dat het beste aanbieding is. Maar ja. ik zou... Uh, dit hele ding, of je dit neemt, ja of nee, hangt af van de games Zeker? die je speelt. En, om heel eerlijk te zijn, weet je, het is gewoon de laatste maanden. Nee, is het echt heel mager bij Game Pass. Het, 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 dus ik, ik kan me voorstellen dat veel mensen het gewoon opzeggen. Nu uh, de, de, zeker, um, ja, Starfield, dat moet dan de nieuwe. Dat moet eigenlijk het startschot gaan worden. Ik weet niet in hoeverre dan de Diablo's en de Call of Duty's er ook bij gaan komen en al dat soort dingen. Diablo 4 is ook een groot hoor. Ik bedoel, ik zou. Ja, maar ja dan, 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 ook weer onduidelijk. Hè? Dus eerst zegt um, uh, Mikey Barr, die nu bij Blizzard zit: van uh, nee, no way dat het erbij zit. En vervolgens komt hij daar weer een beetje op terug. Waarschijnlijk is hij gewoon door veel Spencer... Zegt: ho, 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 ho. Ja. We hebben nog geen besluit genomen. En nu is het weer van: oké, okay, we hebben nog geen besluit over. Kijk, die game zal uiteindelijk wel. Zeker als die uitverkocht is. En we gaan het straks ook nog over de, de backlash van Diablo hebben. Want daar mm -hmm. hebben ze wel mee te maken. Dan gaat het ook natuurlijk naar Game Pass toe. Uh, Call of Duty, um, dat zal dan inderdaad niet deze worden, maar die daarna. Ja. Um, ja, dat is wel nodig om die 17 euro. Ik, bedoel, ik ben het met jou eens. Dit wordt een, uh, een schipperprijsje. Nou, het is duur. Als game dan neem je het een maand. En ja. daarna... Um, uh, en, en en als je echt een multiplayer game wil spelen dan koop je hem want dan heb je hem tenminste maar voor single games ga je gewoon uh, ga, je, ga, je, ga je gewoon gras duinen ja exact dus uh, maar goed ik, ik ik vind het vaag dit dit hadden ze niet zo moeten doen maar goed ze hebben ervoor gekozen om het op uh, deze uh, manier ik, ik denk wel dat het de voorloper is van dat game Pass duurder gaat worden die gaat straks naar 20 euro toe de uh, ultimate ja 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 um, wat ik weet dat bij deze deal wel de afspraak inziet dat ze het niet meteen mogen doen na de acquisitie. Dus het omhoog ze hebben. het er van tevoren hebben ze het heel slim gedaan. Hebben ze dat omhoog gedaan? Volgens mij een dollar of zo. Mm. En ik ben wel met je eens. Ik denk. Um ik hoop dat ze slim genoeg zijn. Dat ze dat pas kunnen doen als het aanbod goed genoeg gaat zijn. Ja. Want anders, anders is het echt, wat dat betreft, uh, ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Ja. Uh, dan um, Yves Guimau. Daar is hij weer. Onze Yves Guimau is blij. Hij is blij met de deal. Hebben we toch nog een beetje over de deal? Want hij zegt dat laat zien dat wij als Ubisoft fucking goed bezig zijn. Want alles draait namelijk op. Uh, hij zegt hier, zegt hij het letterlijk. Uh, it's good news um, that the transaction can go through, because it's really showing the power of IPs and where the industry is going. So there will be lots of opportunities to in the future for all the companies. He replied. En nou um, ja, goed. En dan heeft hij ook nog. it's also showing the value of IPs that can now be on console and PC, but also mobile, bla bla bla. Hij zegt ook mobile is ook gewoon steeds belangrijker. Um, hij, hij praat maar hij maakt gewoon geluid. Maar... Hij maakt geluid, hè? Hij maakt gewoon geluid, want ik denk dat het verder zegt hij eigenlijk niks. Want wat is hun strategie op dit ogenblik? Ik heb geen idee. Nou ja, zijn strategie is inzetten op grote IP's. En dat is dus elf uh, Assassin's Creed's gaan uh, maken. Elf Assassin's Creed producten de komende tijd uh, gaan uh, Maar dat produceren. deden ze altijd al. En dat heeft nog niet bepaald uh, winter gelegd. Nee, nou ja, het, het is exact van je kunt het niet met elkaar vergelijken. Ik bedoel, Call of Duty is gewoon een, 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 een succesnummer. Met Waar heel veel geld mee wordt verdiend. Mm -hmm. uh, je hebt King natuurlijk, waar heel veel geld mee wordt verdiend. Hij kan daar niet zomaar parallel zeggen, uh, zie je wel, dan zijn wij ook goed bezig. Want SSQ doet het weliswaar goed. Maar ja. kun je gewoon niet vergelijken. Uh, kijk maar naar hun, de waardes van de aandelenkoers die. Totaal anders zijn. Nee, maar het is, uh, wat je gewoon ziet is dat, dat het probleem bij Ubisoft is echt het gebrek aan een strategie. Ja. En ik vind het raar dat hij dan zegt: van ja, nee, de overname is uh, een teken dat, uh, dat onze businessstrategie juist is. Nee, is de verkoper had Ja, tuurlijk. Het is een, uh, hij heeft geen argumenten meer nee. om die. Uh, hij moet die aandelenkoers misschien op te krikken. En hij heeft geen argumenten er meer voor. Dus dan nee. krijg je dit soort rare, kromme, uh, kromme, kromme, kromme argumenten. En en het blijft erbij. Kijk, als zij nou zouden zeggen van... We gaan een heel specifiek businessmodel uitrollen... om deze en deze en deze titel heen bijvoorbeeld. Mm. Dan zou je zeggen van... Hé, hey, er is over nagedacht. Ze zijn iets nieuws aan het doen. Maar dat, dat is het helemaal niet. Het enige wat je hoort is steeds weer hetzelfde. Gewoon weer die, die standaard meuk eruit pompen. Ja. En... Um, ja, weet je, we hebben, we hebben natuurlijk die, uh, die showcase van hun gezien uh, op de E3. Nou, er werd ook letterlijk helemaal niks aangekondigd. Nee. Uh, weet je, we hebben allemaal titels die maar blijven liggen en blijven liggen. Weet je, zoals die... Uh, uh, hoe heet die, um, die, uh, die... Die zeilboten game. Ja, Skull ja. die die komt maar niet uit. en Ja, weet je, het is, het is dat... Je voelt gewoon bij bij Ubisoft, daar voel je de angst gewoon, weet je? Ze, mm -hmm. ze kunnen zich geen fouten meer permitteren, maar ze weten ook niet hoe ze het goed moeten doen. Nee. En dat, um, ja, ik denk dat Guillemot doet gewoon mee aan die uh, onzin. Nou ja. Uh, ja, ja oké, okay, goed. We hebben het al vaak over gehad dat jij aangaf van uh, Tencent zou uh, het meest aannemelijke partij ja, die zijn. Die hebben al een heel groot deel van de aandelen gekocht. Ja. Dat ik soms een beetje het idee heb dat ze ook niet echt radicaal iets nieuws doen. He, ze zetten nu heel erg in op bestaande IPs en live service games, wat iedereen nu loopt na te papegaaien. Uh, dat hij ook niet uh, hetzelfde riedeltje, eigenlijk alleen maar hoopt dat er een partij komt die toch in Ubisoft gaat investeren, omdat ze anders komen ze ook niet veel verder meer. Ze hebben natuurlijk veel te grote overheid met al die. Maar studios. Da, da, daar is het ook al te laat voor. Kijk, niemand ja. gaat meer investeren in Ubisoft, want de helft van de aandelen van die holding zijn nu in de handen van Tencent. Ja, ik denk dat Sony en, en, en Microsoft daar geen interesse meer in hebben. Nee. nee, maar dat kan ook niet, want dan moeten ze Tencent uitkopen. Dus ja. dat gaat niet gebeuren. En Tencent moet akkoord gaan met de verkoop van Ubisoft uit die holding. Nou, daar gaan ze ook niet mee akkoord, want dat is de hele reden dat ze die aandelen in die holding hebben. Ja. Dus het raar is, ze hebben 50% van die holding verkocht aan Tencent. Waarom niet 100%? Wat moet je er nog mee? Weet je, het is een partij als Tencent als grote aandeelhouder in je bedrijf. Dat betekent dat dat eigenlijk de enige aandeelhouder is, want je hebt niet het geld om mee te investeren met Tencent. En daarnaast, dan zou je zeggen: van maar dat komt het van de briljante strategie en het briljante ondernemerschap. Dat is er allemaal niet meer. Weet je, dus Tencent kan gewoon instappen, die aandelen overnemen of laten verwateren. En. Ja, het, het, is, het is gewoon over en uit met, uh, met onze kleine uh, Yves Kimo. Ja, het, 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 het is lastig, inderdaad. Um, ik vond het even opmerkelijk. Maar ik denk inderdaad, het is een beetje praten voor de bühne. Hij moet ook zijn aandeelhouders uh, tevreden stellen. Laten zien dat Ubisoft alive en kicking is. En dit is dan even zijn verhaal. Um, we hebben veel nieuws, dat is wel leuk. Nu uh, al die andere dingen kunnen weer naar voren komen. Diablo gaan we het over hebben. Want um, ja, als je naar Metacritic gaat, en, um, daar stond altijd, uh, daar staat nu een rood cijfertje, daar stond gewoon um, 8,7 of zoiets. Mensen waren super blij met uh, Diablo, de pers vond het goed, de gamers vonden het goed. En in één keer, in een paar weken, is het BAM! 1,9 oh, geworden. Wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? Wat is er gebeurd? Um, uh, Diablo of Blizzard heeft een patch uitgebracht. Een grote patch waarin eigenlijk even heel radicaal gezegd, en ongetwijfeld maak ik het nu te simpel: um, ervoor gezorgd is dat de, dat, dat de progress in de game. Behoorlijk stuk verlangzaamd werd. Dus dat betekent dat. bepaalde. classes die je kon nemen. werden flink genurfd. Waaronder de Sorcerer. die werd eigenlijk. je kon grinden wat je wil. maar je kwam nauwelijks meer vooruit. waardoor je ook constant niet verder kwam. omdat bepaalde bazen weer te lastig werden. En natuurlijk. hoe sneller ze een game uitspelen. dan besteden ze geen geld meer. En het grappige is. of het opmerkelijk is. dat daar vervolgens op gereageerd werd. door deze man. Uh, het, deze man ken ik verder niet, uh, maar die zegt dus: uh, Diab Diablo 2. Uh, oh ja, hij, hij zegt dus: Van uh, uh, er is nu ook een Diablo 2-developer. Uh, en inderdaad, Grums is een Diablo 2-developer. Uh, nu werkt hij daar niet meer. En die zegt gewoon, legt eigenlijk uit wat er aan de hand is. Um, we know it's not fun. Want ze hebben inmiddels aangegeven, Boris, daar is het weer. Blizzard heeft aangegeven, shit, we hear you. Uh, we weten dat deze patch uh, niet, uh, niet heel erg leuk was voor gamers en de spelplezier ook behoorlijk heeft bedorven. We gaan, we zullen het niet meer doen. We trekken het weer terug. Um, people were blasting through content. Dat is wat ze zeggen. Ze gingen zo snel. Uh, uh, ja, goed. Dat willen ze eigenlijk niet zeggen. Dat betekent dat ze gewoon te weinig gaan omzetten. Want uh, als ze de game uit hebben gespeeld, dan is het klaar. Um, en hij zegt dan: This is the curse of live service games. You make deliberate bad design decisions to milk the money, keep the active users high. It should be okay to finish a game. But that's a non-optimal profit outcome. Bizar. Ik vind de hele situatie echt ronduit bizar. Dus je maakt een game, die is goed. En vervolgens ga je, omdat je wil dat mensen die game een jaar spelen... ga je het, zo, het, het ja. proces zo lopen frustreren... dat mensen het een jaar moeten spelen om het uit te spelen. En dat... Ja, dit, dit, ik vind het echt krankzinnig. Maar dit, dit is dus Ik vind inderdaad... het ook crimineel gewoon. Want je ja. koopt een product op basis van de reviews van dag 1. Vervolgens komen ze met een patch aanzetten ja. eh, die de game sloopt. What the fuck, weet je? Dat is toch krankzinnig? Nee, ja, nou, absoluut. Maar dit is inderdaad... En hij zegt het ook goed. En daarom ben ik ook blij dat hij het zegt. Want wij kunnen het wel roepen. Games kunnen het roepen. Maar Curse Crumbs Gr is dus iemand die ook daadwerkelijk bij Blizzard heeft gewerkt. Aan Diablo 2. Dit is het probleem van live service game. Je maakt niet een game, een finished product. Je maakt uh, de incentive van het product, is gamers zo lang mogelijk bezighouden. En als dan blijkt dat jouw gamers. En dat doen ze eigenlijk overal. Want gamers, als ze iets tof vinden, en dan spelen, dan gaan ze dag en nacht door. Uh, Destiny heeft het probleem uh, dat ze binnen twee weken klaar zijn en dan houdt het bestedingspatroon op. Ja. En dat mag niet. En dan gaan ze het forceren. Um, het forceren zorgde waarschijnlijk ook bij deze Grims voor dat hij op een gegeven moment misschien klaar was om bij Blizzard te gaan werken. Om van daar maak ik geen games voor. Mm -hmm. Ik ben niet, ik ben, ik ben geen werkbesteding uh, 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 consultant. Weet je wel, het is ook niet mijn taak om mensen geld uit hun zak te troggelen. Ik wil een vette game maken, die ja. mensen kopen. Um, dit gaan we meer zien en 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 dan de hele tijd die excuses daarna uh, van ja, hier zeggen ze het ook allemaal even de advertisement weghalen. Uh, even kijken, dan zegt hij van... Um, it doesn't plan to doing a patch like this uh, ever again. We know it's bad, we know it's not... Fun. Dude, dit wist je van tevoren. Dat maakt True. het crimineel. Is het, dit is hetzelfde als een crimineel die uh, zegt van... Ja, oké, okay, ja goed, achteraf gezien... Uh, het was ook niet zo netjes om die deur open te breken, weet je wel? Van, ik had het gewoon moeten kopen. Uh, yeah. It's fucking weird. Maar en, ik, 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 wat je hiermee bereikt, je sloopt de, de game. Je de game. Ja. Maar je sloopt niet alleen de game, je sloopt ook de franchise en je ja. sloopt de goede naam van Blizzard. En dat, um, uh, als ik Microsoft was, zou ik ontzettend pissig zijn, want ze hebben natuurlijk net ontzettend veel geld betaald, 67 miljard om precies te zijn, ja. om die token over te nemen. En vervolgens steken ze hem nog eventjes in de fik voordat je het koopt. Dat is gewoon heel naar. Um, ja, ja ik, 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 ik ben het helemaal met je eens. Uh, je ziet ook duidelijk dat minder mensen het spelen. De haat is enorm. Uh, mensen zijn teleurgesteld. Uh, ja, je krijgt allerlei creatieve shit op, op, op social media. Uh, en die game was gewoon echt fucking goed, weet je wel. En dan moeten er toch meer geld uit worden gehaald. Nou, nog een leuk voorbeeld. Uh, het is dus een live service game. Er komt dus een battle pass bij. En die battle pass normaal geeft hij altijd muntjes. Muntjes, coins, weet je Waar je iets mee kan kopen. En deze fucking... Uh, uh, Battle Pass geef je 666 platinum. 666 platinum. Wat, wat grappig is het, is, het is het nummer van de duivel. Maar hmm. met 666 platinum kan je dus niks kopen. Ja. Het goedkoopste item is 800 platinum. Wie de wie fuck bedenkt dat? Ja, dat is insane. Het is gewoon fucking Maar insane. Met alle, je krijgt dus niks. Je krijgt gewoon niks, weet je. <laughs> waar je voor moet betalen. Van, ah, season Pass, leuke dingen ga je ja. doen. En vervolgens krijg je fucking helemaal niks. En ik um, doe <laughs> Ik ben ook een fervent Call of Duty-speler. Het is toch cynisch, dit? Het is, het het is echt, echt cynisch. cynisch. En, en, en voor zo'n game, weet je, dit, dit verwacht je bij een of andere hele kutte, ja. uh, uitgemolken Koreaanse indie-crap. Uh, maar dit verwacht je niet bij Diablo 4. Ik zweer het je, dit hebben ze niet eens doorgehad. Nou, ik denk nou, dat, natuurlijk. Nee, nee, nee. Ik, ik denk serieus dat ze dat, dat iemand zei van hé, hey, wat als we 666 Platinum erin doen? Oh, fuck, wat een wreed idee. Niet realiseren dat. In, in hun store het goedkoopste item 800 platen. Ah je wel heeft echt ja? wel iemand naar gekeken. Ja, dan, is het, het dan is het echt wow. gewoon. Ja nee, wow. het, het is heel bad het is echt heel bad. We gaan door met toch nog een klein stukje Activision Blizzard. Um, niet zozeer de deal dat, dat is allemaal uh, done. Maar <laughs> dit toch elke week. Ik ja, wat we blijven nog ja, doorgaan. zolang je de, na Ik kan de naam Activision Blizzard niet noemen, en dan zegt ze, oh ze gaan het weer, over ze het gaan de weer over, ja. Dit is Post deal. Um, dit is namelijk uh, een, uh, een, een journalist die had een uh, leuk staatje gemaakt over het verschil: het, het de percentage verkoop games digitaal, uh, retail en ander. Ik zou niet weten is wat In tien jaar tijd bijna. In tien jaar tijd. En dan zie je dus: uh, hier zitten wij dus, dat eigenlijk, dit is het blauw, is digitaal. Er is nog een heel klein beetje wat via de retail gaat. En. Um, vind ik heel... Uh, dat, misschien is dat Game Pass, dat weet ik niet. En het interessante is nu van... Uh, wat deze man ook zegt is van... Uh, dat Activision, Blizzard en Microsoft nu bijgaan. Waarbij Microsoft duidelijk heel erg digitaal gefocust is. Die wil eigenlijk gewoon subscriptions. Uh, weet je wel, je hoeft niet meer naar de winkel voor ons. Koop gewoon onze games of in de cloud, bladibladiba. Dit kan wel eens dat knikpunt zijn. Dat hè? we hebben het er wel ja, vaker over. Het ook... al geweest dat knikpunt als je dit zo ziet. Ik bedoel, ja dat... en toch is er nog steeds veel in de retail. Ik bedoel, we hadden vandaag weer iemand over de over de hè? van een van een gamebedrijf over de uh, beurs even eventjes of de record mee zitten praten over dat retail. Ja, het blijft nog steeds wel een dingetje, maar dat dat moment ja. gaat steeds meer komen. Nou, ik, ik moet je wat wel maakt zeggen... dit voor sens om nog zoveel moeite te doen voor winkeliers, weet je wel? Nou, kijk om te beginnen, uh, Activision Blizzard is natuurlijk voornamelijk uh, is ook een grote PC-speler. Uh, uh, mm -hmm. ja. Dus alles op pc is per definitie digitaal. Dat is gewoon, daar ontkom je ja. niet aan, weet je, dus dat is sowieso. Um, veel van die games die als je fysiek koopt voor consoles, dan doe je er wel een diskje in, maar volgens begint er alsnog een 100-download ja. uh, aan te gaan, dus <laughs> dat zat ook niet zoveel meer voor nee. voor Nintendo daarentegen. Daar denk ik van ja, nee, ja. Daar, daar werken de, uh, uh, de chips nog wel steeds ook. Gewoon dat je het kan verkopen daarna nog een keertje. Ik vind je. het wel nee. interessant om een keer. Ik, ik ga eens kijken of ik kan uitzoeken van hoe, hoe, hoe zit het percentage bij Nintendo. Nou, dat zeggen ze niks over, maar, de, nee. maar dat, dat gaat anders zijn. Weet ja. je. en waar je het aan kan zien is als je naar de Mediamarkt gaat, dan kijk je. Gewoon van hoe is dat ingedeeld? Mm -hmm. En dan zie je PlayStation is relatief groot. Nintendo is relatief groot. En uh, Xbox is dan iets kleiner. En dat uh, en PC is er uh, niet meer, nagenoeg niet. Ja. Dus dan, dan zie je ongeveer van oké, okay, dat zegt ook wat over wat verkoop je nog wel in de winkel en wat niet. Dus PlayStation zal nog wel wat doen. Mm -hmm. uh, Nintendo is gewoon sterk, nog steeds in retail. En uh, de, de rest doet er niet meer toe. Nee. Um... Ik wilde het dan even koppelen aan van oké, okay, dus we gaan steeds meer het digitale tijdperk in. We gaan steeds meer naar live service games uh, toe. Uh, we gaan ook steeds meer naar, bedoel, ik bedoel, ik, ik speelde laatst een game van Capcom. Uh, ik wil hem ik wil opstarten en dan zegt hij eerst, je moet, ben je, ben je lid van Capcom, weet je wel? En pff, ik ben vast wel lid van Capcom, want ik heb eerder game van Capcom gedaan, maar ik werd echt bij god het wachtwoord niet meer. Nee. Weet je? Dan moet je weer opnieuw fucking lid van Capcom worden. Dus je moet overal lid van worden, weet je wel? Um, maar dat is dit... niet op de Xbox. Op de Xbox meestal doet hij dat automatisch en koppelt hij het aan je game, nee. uh, gamertag. Een van de gevaren van geen doosje, geen fysieke schijf is. Op het moment als de servers eruit gaat, want steeds meer games moeten altijd online. Dan kun je helemaal niks meer. Weet ja. wel. En dit is een uh, Michael, dit is een, uh, een, 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 een tweet van een jongen die uh, best wel veel met privacy bezig is. En, en, en niet van houdt dat hij overal lid van moet worden en bladibadibla. En uh, hij krijgt dus blijkbaar een mailtje, of een, of een, of een, of een appje, of even kijken of whatever. Hij kreeg een mededeling. Uh, van Ubisoft van. Uh, dude, uh, je hebt al heel lang niet meer op jouw account, op jouw Ubisoft account uh, gespeeld. En aan jouw Ubisoft account halen al jouw games. Uh, als je dat niet binnen 30 dagen doet, uh, dus even activeert, uh, dan, uh, dan sluit we gewoon je hele account af. Dan ben je ook al je games gewoon kwijt. En het ja. grappige is, niemand heeft het echt nog door. Waarschijnlijk, er staat ook in de. Uh, de, de, die kleine lettertjes hè, die niemand kijkt als je ja. een game koopt, daar staat ergens wel in maar er staat dus geen datum bij dat, zal, dat is een bepaalde periode, dat kan misschien wel een jaar zijn, weet ik veel wat dit is dus ook een gevaar, kijk het wel grappig, want ik, ik, ik probeerde laatst in te loggen ja. op mijn Ubisoft-account. Ja, Al die DRM dat, van hem was het. Ja. Ja. Dat lukt me dus niet. En ik, ik, had, ik probeerde twee keer te zeggen: oh, fuck het, ja. welke, laat maar zitten. Maar uh, dit is waarschijnlijk bij mij ook gebeurd. Ja, en het grappige is, van, hij, die jongen wilde dus van: oké, okay, dit kan ook een scam zijn. Hè? Voor hetzelfde geld mm. uh, wordt ik hier iets, uh, moet ik ergens op een link klikken en is mijn, mijn geld weg. Dus hij, hij appte gewoon naar Ubisoft toe, Ubisoft-support van: hallo, uh, klopt dit? En inderdaad: uh, hi there, we just wanted to chime in that you can avoid account closure by logging into our account within 30 days since receiving the email pictured and selecting blah. Dus als je binnen Maar waarom, de... waarom zouden ze dit ook doen? Wat maakt <laughs> het nou uit? Weet je, het is niet alsof dat zoveel ruimte inneemt. Het is gewoon nee. een entry in een database. That's it. Dus ik denk is het pushen om van dude, je moet toch weer gaan spelen of ja, wat het misschien is is er van oké, okay, dan verlies je dus toegang tot al je games ja. en dan misschien dat je ze weer ergens anders gaat kopen of zoiets dat ja. zou kunnen, ik weet het niet. Nou ja, goed, er is hier best... Uh, nogmaals, dit is nog een kleine... Uh, mensen zijn hier nu weer opgedoken. Dus de media heeft het gezien. Die is nu weer aan het vragen aan Ubisoft. Ubisoft heeft dan tot nu toe, en dit is maandagmiddag... Uh, nog geen officieel antwoord opgegeven. Die, ik denk dat ze ook een beetje in verlegenheid zijn uh, gebracht uh, hierdoor. Want dit is exact wat gamers tegenhoudt... om die live-service-shit en, 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 en uh, online-only in te stappen. Van, what the fuck als... Ubisoft straks over wordt gekocht. en Tencent zegt: oké, okay, we sluiten dit allemaal af. en je kan je games niet meer spelen. waar je honderden euro's in hebt gestoken. is natuurlijk fucking scary. en best wel raar, dit inderdaad. Ja. Maar goed, we gaan, het, uh, we gaan het in de gaten houden. Um, dan, uh, dit is een beetje een nieuwe. Hit uh, hype die steeds wel een beetje ook wel voorkomt hoor, maar weer op Twitch. Mm -hmm. uh, dit gaat over uh, CSGO. Uh, nou, we, we hebben het er al, ik heb er ook eens uitspraak over gemaakt dat die, 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 die skins die het kopen of de knives die zijn, fucking veel geld waard op een soort zwarte markt waar je dat dan kan verkopen. En nu heb je een aantal hele grote streamers, mm -hmm. uh, zoals Dr. Disrespect, maar ook Tim the Tatman, Ninja, Cloaks, die gasten die echt. Die verdienen tonnen, 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 uh, miljoenen per jaar, weet je wel. En die zijn dus serieus uh, de hele middag aan het streamen... waarbij ze honderden van die pakketjes kopen... in de hoop dan zo'n knife te krijgen. En uiteindelijk heeft Dr. disrespect er dan een gepakt. Die was volgens mij 20.000 dollar waard. Inmiddels heeft hij nu, zegt hij nu van... Nou, daar heeft hij 100.000 dollar op geboden, maar you can do better. En tegelijkertijd zeggen ze er ook allemaal een beetje bij... een soort van disclaimer van jongens, gokken is niet goed... En ik, 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 ik weet nooit zo goed wat ik ervan moet vinden. Van dit soort gedrag. Van gasten die ook gewoon ontzettend veel kids uh, onder hun, ja. uh, 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 hun, hun community hebben die hun groot hebben gemaakt. Om... Maar laatst er is 150.000 dollar betaald voor dat mes wat hij dan heeft. Ik nee, dat, dat... Dat, kan je, dat, dat, dat kost het. En hij heeft. Uh, je krijgt, als je die pakketjes koopt, heb je dus 0,5... 0,001% kans om deze te krijgen. En, uh, ja, maar je het is een 150.000 dollar ja. mes. Ja. En die gasten gooien dus in een stream gewoon rustig 10, 20.000 dollar stuk. Ja, nah, echt waar? Ja, ja nou, serieus. En ik, ik weet dan niet of ze een nou, CSGO is, in principe van Valve, maar niet van iemand. Dus het kan best wel zijn. Maar die jongens zijn zo rijk. Het is een beetje als voetballers die Rolexen kopen. Het doet ze allemaal niks meer. Ja, nou ja, goed. En het is een soort van gedrag. Ja, ben je dan een voorbeeldfunctie of niet? Nee, ja, ik, 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 weet je, ik heb, al, ik heb er een dubbel gevoel over. Ik vind ja. dat iedereen moet doen en laten wat hij, wat, wat hij ja, moet doen. Ja. Uh, dat maakt het niet oké. Okay. Uh, uh, ik bedoel, het is, het is bullshit, weet je. Uh -huh. Ik bedoel, dat soort pakketjes en al die shit, het is gewoon bullshit. Ja. Um, maar goed, te kijken blijkbaar heel veel mensen naar. En uh, ja, als hij dan een keertje zo'n mes heeft, ja, dan heeft hij gewoon de loterij gewonnen. Hij ja. had ook kraskaartjes kunnen kopen of weet ik veel wat. Maar goed, hij heeft dit gedaan en dat... Um, ja, ja nee. ik, ik vind er eigenlijk niet zoveel van. Ik, ik heb zoiets van, dit is niet voor kinderen. Uh, ook als iemand dat werkelijk 150.000 euro voor dat mes heeft betaald, om het, want hij heeft het doorverkocht. Uh, dat zijn echt niet kinderen, weet je. Dat is gewoon iemand nee. die weet wat hij doet. En, uh, ja. het, het is natuurlijk ook wel content. Het is meer van, ja, is dit nou de content die je wil maken? Maar goed, dat is een, dat is een persoonlijk ding. Um... Nou, hij is deze ja. kant op gegaan. Ik, ik, ik vraag me af wat het verdienmodel is van die shit. Ik, ik, ik heb het er nooit zo op van: ik, ik gun mensen gewoon oprecht, gewoon als zij toffe content maken dat ze fucking miljoenen kunnen verdienen. Ik gun het ook voetballers als mensen gek zijn om, om 200 miljoen per jaar te betalen voor Ronaldo. Hey, all good. To him hij heeft ervoor getraind. Wat ik altijd wat minder tof vindt, is in tijden waarin best wel veel mensen het heel erg lastig hebben om dan open en bloot gewoon geld nutteloos stuk te gaan gooien. Weet je? Ja, <laughs> ik heb toch... Ja, het is een soort ja. een vorm van verspilling die heel naar ja, is. En, en, en dat vind ik, ja. vind ik gewoon niet chic. Maar goed, ja, anyway, het, het, het is een hype. Je weet het met hypes, die, die gaan ook heel snel weer weg. Um, ja. ik, kan, ik kan de kijkers aanraden om niet 150.000 dollar uit te geven voor dit soort digitale nee. objecten. Nee, precies. Uh, dan hebben we nog weer een uh, uit categorie uh, uh, de, de woke uh, wereld. Hebben we er weer eentje? Um, EA heeft aangekondigd dat per uh, EA, Sp Ik moet nog steeds wenden. EA Sports FC 24. Het is niet meer FIFA 24, het is EA Sports 24. Als je Ultimate Team Teams gaat samenstellen en FUT is nou eenmaal huge, dan kun je nu ook vrouwelijke voetballers. In de mannen-elftal. Je kan mixen gewoon, weet je. Ja. En die meiden zijn dan net zo goed als de mannen. En nou, daar zijn er een aantal puriteinen helemaal over een zeik dat dat niet kan, niet mag, niet moet. Uh, en dus is het een hele rel geworden. En EA heeft toen heeft gezegd uh, van, um, if the idea, if you get upset of the idea of virtual men and women playing on the same field in EA Sports, don't play Ultimate Team. Ja. Ik moet zeggen. Als zij dit echt menen en straks blijkt dat opeens uh, 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 dat ze in plaats van een miljard, nog maar een half miljard eraan verdienen en ze houden dan vol, dan, dan heb ik dan heb ik hem enigszins respect voor. Ze maar, maar je ik, weet, ik gewoon, heb als een ander dit... vraag. Ja, ik wil ze zijn druk bezig geweest om om om, om FIFA te rebranden, want ze, ja. hebben, ze willen niet meer betalen voor die FIFA licentie. Nou, ja. ik denk dat dat al heel veel zegt. Um, we zijn een groot evenement geweest in, uh, in Engeland, een groot evenement geweest in Amsterdam, mm -hmm. uh, voetballers erbij. Um, ik moet je zeggen, ik heb er nergens wat over teruggezien. Nou, ik, zag het, ik zag het wel in, in de mainstream media, zag ik het wel her en der uh, verschijnen. Maar het is okay. zeker niet meer zo groot. Um, maar de, denk je wat denk je dan van die rebranding? Dit gaat toch een. Denk je nou echt dat mensen snappen dat ze nu. Als gedoodverfde FIFA-fans, dat ze nu FC24 EA Sports moeten kopen? Uh, nee, het gaat ze zeker wel eventjes kosten, ja. ja. Om, maar ik, er is geen, gewoon geen concurrent en mensen willen games spelen. Um, mijn probleem, en nogmaals, dat heb ik al vaker aangegeven. Van EA had dit ook jaren geleden kunnen doen. En wie weet is het ook wel de FIFA, hoor. Want dat is ook zo'n fucking conservatieve groep ja. van corrupte motherfuckers die dat niet had gewild en dat ze dat nu wel kunnen doen. Um, kijk, het maakt mij geen reet uit. Al laten ze de dwergen in rondlopen, ik vind prima. Um, ik speel fut toch niet. Ik speel gewoon. Uh, ik, ik vind het ook hartstikke leuk om het vrouwenelftal te spelen, maar dan nou, dat doe ik het wel eh, op mijn manier. Mm -hmm. um, als ze zeggen dat het hun geen reet uitmaakt... Hè, van, hé, hey dude, als je het niet tof vindt... dan ga je toch lekker niet spelen... Prima, maar ik wil dan geen gejank horen over twee maanden. Wat je bijvoorbeeld bij Budweiser, hè, die mm. weet je wat heb je alsof, als voorbeeld. Hadden ze dan ook iemand ingeschakeld? Volgens mij Dat was een transgender of zo. Nou, Budweiser, die, die hele shit, die aandelen, alles klapt in elkaar. De verkoop klapt in elkaar. En ze schrappen die hele boel mee. Kijk, dan mm. hou je je poot niet stijf. Dan, dan, dan heb ik er ook weinig respect ja, voor. Ze hebben het niet echt geschrapt. Het was gewoon één campagne, die hebben ze gevoerd. En ja, maar ze heeft hebben een hele wel... merk kapot gemaakt. Ja, ze hebben er ook wel weer een soort van schoorvoetende excuses, dat soort dingen. En dan nou, ze van... beginnen gewoon te janken en zeggen van... luister, we hebben 65.000 medewerkers. Hun baan staat op het spel. Kun je alsjeblieft weer Bud Light drinken? Ja. En niemand wil het meer. Nou. En dat, dat is het vervelende. Maar als, dus... je, als je ideologisch bevlogen bent en dit is jouw oordeel en dit is jouw visie, dan moet je er ook bij staan, ook al ga je er financieel aan ten ogen. Luister, ik denk dat het iets anders is. Ik denk ja. dat de IA donders goed weet dat de verkopen van het FC24 uh, toestand van ze, dat gaat dramatisch slechter zijn. Ja. Want niemand kent die game en niemand is geïnteresseerd in persberichtjes uh, nieuws over deze game. Ja. Um, en nu hebben ze alvast een voorzetje gegeven voor. <laughs> ja, weet je, want niemand wil die game, want ze zijn allemaal racisten. Weet je, zoiets. <laughs> weet je, ik bedoel, het is gewoon een marketingblunder van hier tot Tokio. Maar hij is begrijpelijk, omdat FIFA gewoon ontzettend duur is. Ja. En je gewoon geen marge maakt op die games. Dus de ja. cover is wel identiek. Ik bedoel, het is alleen het logootje wat anders is. Maar verder is de cover blijft echt exact hetzelfde. Maar nou, ik ik ben benieuwd zin. hoor. Ik weet het niet. Ja, ik, ik, ik heb er ook wel enigszins uh, mijn, mijn, mijn twijfels. Uh, bij, um, maar goed, uh, ja, dat, dat, dat was het laatste. <tus> dus um, veel diversiteit, veel verschillende onderwerpen. Er is nu weer ruimte voor. Want die hele fucking deal is klaar, dames en heren. Volgende week ja, een nieuwe piepshow. Een diverse piepshow.